In 2050 moeten er 76 hectare zonnevelden zijn in Wageningen en 15 windmolens. Wat vindt u daarvan? Een zonneveld, ja, dat vind ik lelijk. Ik heb liever zonnepanelen op daken van huizen. Want ja, anders dan komt het toch in de plaats van het groen. Ik heb liever groen dan zonnepanelen. Windmolens vind ik, heb ik geen last van. Ik vind dat men zich vaak storen aan windmolens om redenen die ik niet zie. Nou, ik denk dat een hele goede ontwikkeling is, een beetje duurzaamheid. En daar moeten we denk ik toch naartoe voor in de toekomst. Dus ik denk dat er een hele goede stappen zijn. Alleen daar moet natuurlijk wel draagvlak voor zijn. En ik weet niet in hoeverre dat op dit moment is. Maar ik denk dat is alleen maar positief. Ook als de weilanden volkomen met zonnepanelen? Ja, ik denk dat je daar wel een goede balans in moet vinden tussen iets wat bewoners willen, wat boeren willen en wat de mensen hier in de stad willen. Dus daar moet je wel goed over nadenken. En wat ik al zei, daar moet wel draagvlak voor zijn. Maar ik denk op zich wel een goede ontwikkeling. Ik heb eigenlijk me niet heel erg in verdiept, maar op zich dat er energie mee wordt opgewekt dat, met deze natuurlijke bronnen vind ik heel goed. Dus, Ze willen Wageningen in 2050 energie neutraal hebben. Ja, dat is leuk, hè? Ik vind dat heel leuk. Ja. Ja, daarom. Ik ben blij als dat kan. Maar ik weet niet, als in 2050 weer ik hier zijn. Maar ja, als dat kan, dat betekent we gaan minder voor energie betalen. Ja. En ook voor die milieu, het is goed, denk ik. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Want die zonnepanelen die er dan komen, dat schaadt toch wel een beetje de aangezicht van het groen, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk toch niks. We kunnen net zo goed eigenlijk op de daken een soort van de maar in wat zetten. Of op grote gebouwen. Dan dat je daar zo'n weiland voor gebruikt of wat dan ook. Kijk, het idee is aardig. Maar 2050, het lijkt ver weg, maar het is toch dichtbij. En ja, het is een hele enorme opgave, want eigenlijk is Wageningen maar 4x4 kilometer. Om dat allemaal daan voor elkaar te krijgen, dat vraag me af of dat gaat lukken. Ik ben er wel voor of het echt gaat lukken, want het is alleen met die windmolens en die zonneterreinen red je het niet. Heeft u zelf een oplossing, een idee? Nou ja, je moet veel meer doen. Hè. Je moet ook de huis moet van het gas af, de huizen moeten veel beter geïsoleerd worden. Nou ja, en nou, dat is om te beginnen, moet dat denk ik bij onze huurhuizen beginnen. En dat is voor de woningstichting een enorme opgave. Maar voor mezelf als eigen woningbezitter is het ook een enorme opgave. Hè? Want mijn huis is 1950. Als ik dat helemaal energie neutraal wil maken, moet ik daarvoor zijn investeren. En dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Ja, vind ik best wel een goed idee. Ja. 15 windmolens, ja. Als we niet te dicht bij elkaar staan. Want je krijgt dat lawaai allemaal of zo s'avonds. En vooral s'avonds denk ik. Dus rekening houden dat het een beetje ver van elkaar moet staan, die windmolens. En allemaal zonnevelden op de weilanden, wat vindt u daarvan? Ja, zonnevelden op de weilanden, maar hoe groot moet dat worden? Hè? Nee, want straks is het ook nog weer te klein. Dan zegt ze, ja, er moet wat meer bij komen of zo. Dus nee, ik zou niet direct weten waarom het nodig is. Waardeloos. Waarom? Waarom moeten wij hier windmolens hebben? Hier in Wageningen. Om energie neutraal te zijn? Maar je hebt er weinig hier. Dus dan die windmolens erbij heb je bijna helemaal niks meer. Nou, goed denk ik. Ik kom hier niet zo vaak, maar het klinkt wel goed. Wat vind jij ervan? Ja, het is wel een goed initiatief dat ze alles groen willen maken. Dat vind ik helemaal niks. Waarom niet? Dat vind ik zonde van de natuur. Toch? Ja, is er volgens u een alternatief? Nee, dat zou ik ook niet weten. Daar heb ik me niet in verdiept. Nee, dat vind ik een beetje moeilijk. Maar ik vind het wel zonde van de natuur als het allemaal zo doorgaat. Ik vind dat op zich een goede streven. Ja. Ik denk alleen wel dat je daar dan wel heel erg goed een plan voor moet opstellen. En er goed over moet nadenken. Over hoe je dat voor elkaar moet krijgen. En het ook ervoor zorgen dat niet alleen maar Wageningen dat gaat doen, maar natuurlijk ook de rest van Nederland. Of het op die manier, of dat allemaal binnen de grens van Wageningen moet, dat is zeer de vraag. Ik bedoel, je verbouwt ook niet je eigen koffiebonen. Dus wellicht dat je die oppervlakte elders kunt inhuren.
Ik denk dat er zeker een deel zal het zeker zo moeten zijn, ja. Maar voor een ander deel kun je wellicht uitbesteden.